Maar er is iets misgegaan en toen was ik alle bestanden opeens kwijt. Stel echt nog even te zingen in zijn bed. Op een of andere manier halen die kinderen nog een powerbom met energie altijd ergens vandaan. Iemand heeft dus een nep account van me aangemaakt op Tinder. Een goedemorgen, het is vandaag weer maandag. Maar we zijn wel een hele week verder al opeens. Ook wordt ondertussen ook weer geappt. En dat komt omdat ik heb vorige week, hele week, heel gezellig gefilmd. Maar er is iets misgegaan en toen was ik alle bestanden opeens kwijt. Want ja, ik ben dit niet gewoon natuurlijk, dus ik had geen backups gemaakt. En ja, dus nou moet ik even opnieuw beginnen. Misschien wel even leuk dat ik een kleine recap geef over wat we vorige week allemaal gedaan hebben. Ga ik nu in mijn filmrol kijken om te kijken wat het is. Ja, want de weken gaan maar open en dicht. Het leukste was sowieso zaterdag. Toen zijn we in de achtermiddag nog met de drie kinderen naar een binnenspeeltuin geweest. Dat was echt super leuk. Ze waren ook super braaf. Het was wel alleen een beetje veel natuurlijk. Maar het was echt wel heel erg leuk. Dus dat hebben we zaterdag gedaan. Vrijdag ben ik naar het ziekenhuis geweest om voor de uitslag van het maag-darmonderzoek. Dat was een beetje dubbel. Het was aan de ene kant was het allemaal goed, wat heel erg fijn is. Maar aan de andere kant ja, kan ik er ook niet zoveel mee. En ik kamp gewoon heel veel met voornamelijk maagklachten al heel mijn leven. Dus ik had gehoopt dat ik daar nu eens een keertje mee verder kon. Maar goed, dit lopen nog dingen, dus wie weet kom ik daar nog verder, of ja, iets verder mee. Donderdag heb ik de hele dag gewerkt ook. Ja, woensdag en dinsdag ook. Donderdagavond ben ik nog wel naar de volleybal geweest. Liep natuurlijk weer een beetje uit de spuigaten uit. Want we gingen daarna nog naar het café. Ja, was niet zo proper zeg maar. Dus ik was vrijdagmorgen ook niet heel erg fit volgens mij. Maar goed, verder. Ik heb gewoon een hele hectische week voornamelijk gehad met mijn webwinkel, want ja, Black Friday en sale en dus dat. Vandaag zijn we gestart met Sinterklaas. De kinderen hebben gisteravond nog hun schoen mogen zetten. Dus dat was heel erg leuk vanochtend. Ze hebben een klein cadeautje gekregen. En ze zijn nu naar school. Ik ga nog een beetje werken. En ja, dat was het. Altijd hetzelfde, hè? Dan ben je bezig. Dan denk je, oh, ik heb al de tijd. En dan is het opeens veel te laat. En dan zit je kindje daar alleen, strakjes zometeen als je bij de peuterspeelzaal aankomt. Oh, daar heb ik zo veel plan. Sorry, Sten. Oppassen, hè? Was het leuk op schooltje? Ja. Ja? Kom, dan gaan we nou even lekker slapen, Sten. Kom. Wow. Wow. 1, 2, 3. Jump. Wow. Ja. Ja, is een mooie tas, hè? Staat jouw naam op, hè? Ja. Ja. Yeah. Hey, Mickey Mouse ligt in jouw bed. Huh? Ga er maar in. Met Mickey Mouse in je bed. Ja. Dat is geinig. Mama, Mickey Mouse in de bed. Ga maar lekker liggen, liefje. Mickey Mouse. Lekker met Mickey Mouse, prima. Kijk lekker naar het toetie. Even lekker rusten, hè? Ja. Hou van jou, liefje. Ja. Tot zometeen. Dag mama. Dag Sten, tot zometeen. Stel ligt nog even te zingen in zijn bed. Eerlijk, ik vind dit echt het meest lastige tussen het leeftijdsverschil tussen de kinderen, zeg maar. Mackenzie en Emma zitten dus nu op basisschool, zeg maar. En hun moeten tot kwart over twee naar school, maar Sten is om 12:30 uit van de peuterspeelzaal. Dus het is iedere dag, op woensdag na, dan echt een gerace. Want dan moet ik om 12:30 Sten gaan halen. Hij heeft dan wel gelukkig al gegeten. Maar hij moet dan zijn bedje in voor een dutje te doen. En dan na 1,5 uur moet ik hem er weer uithalen. Want dan rond 2 uur lopen we of fietsen we altijd al richting school. Dus altijd gerace, iedere dag. 100% dat ik me hierdoor vaak echt een slechte moeder voel. Want ik moet nou nog heel veel bestellingen inpakken. En dan vraag ik aan Sten en Emma. Van, hebben jullie zin om buiten te spelen? En dan voer ik zo'n pakje sap of zo. Want dan kan ik nog even werken. Eerlijk, ik had me echt bedacht van, eigen bedrijf, dat is handig. Want ik kan het makkelijk combineren met de kinderen. Maar vaak is het juist, voelt het of ik ze dan juist tekort doe. Want ik ben wel thuis, maar dat ben er dan eigenlijk niet. Want dan zit ik nog achter de computer of iets.
Ieder nadeel heeft natuurlijk ook zijn voordeel. Want thuiswerken houdt ook in dat ik tussendoor lekker nog even een wasmachientje aan kan zetten. Ik heb een klein wasje gevouwen, ook donker. En het is 3:30 nu, dus dat doen we bij vrijheid. Kijk, daar heb je de TikTok-brigade. Die zitten we helemaal van de wereld af. Wel een lekker stukje fruit. Sten die ging lekker kleien. Wat ben je aan het maken, Sten? Pannenkoek. Oh, pannenkoek, dat is mooi. En wat ga jij maken, Emma? Een eierenkoek met koren. Wauw, dat is mooi. Ja. Kijk, en dat is ook weer het voordeel aan thuiswerken. Want ik zit daar en ik ga nog een beetje verder werken. Het is nu 6:30. Ik vind het stukje tussen 5 en 7 vind ik altijd het meest hectische tijd van heel de dag. We moeten dan eten. Op een of andere manier halen die kinderen nog een powerbom met energie altijd ergens vandaan. Niemand luistert meer op dit uur, hè? Ja. Ja. Ik kan wel een boom doen. En normaal ga ik maandagavond altijd sporten, maar er heeft iemand geen zin. Nee, ik moet nog werken, dus ik ga zo meteen om 7 uur gaan de kleintjes naar boven. En dan ga ik nog even kijken. Waar gaan we naartoe? Naar de tandarts. Naar de tandarts, hè? Naar de tandarts. En de boekjes zeker, ik kan mijn moe boekjes kiezen. Ja, want we gaan ook naar de bieb, want we lopen. Dus we gaan nieuwe boekjes kiezen, hè, de bieb. Doe maar in, Sten. Sten. Netjes in. Nope. Oh, wie wou hem? Ja, Emma. Mama, ik kan niet mijn voeten zo doen. Ja. Dat is wel een beetje spannend, hè? Ja. Moet je goed je tandjes laten zien, hè? Wel je handje van voor je mondje doen, ja. En hoeveel jaartjes ben jij? Weet je dat? Van mama vragen. Hoeveel jaar ben jij? Ik weet het niet. Tuurlijk weet je dat wel. Hoeveel vingers? Weet je dat? 4, hè? Vier? Dat is leuk, een cadeautje kiezen. Wat heb jij? Oh, skateboard. Is dit de stuiterbal? Niet weg. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Ik ben ook even opgelapt, want ik had weer een gebroken tand. Net zoals altijd. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we naar de... Biep? Ja, naar de bibliotheek. En dan gaan we nieuwe boekjes ook halen. Meisje. Ja, niet naar Lindsay. Dan gaan we een andere keer naartoe. Nou, wij zijn weer thuis van een rondje tandarts, bibliotheek en winkel. En de wieb zijn het 4 boekjes geworden. Waar zijn de paaseieren? Ik eet je niet op. Woezel en Pip. En het feestvarkentje. Nou, helemaal gezellig. Ik ga de boodschappen uitpakken. Ik ben nog wasjes aan het draaien. En straks gaan we weer koken. Ja, dus wel bijna zitten we er alweer op vandaag. Ik opende net mijn DM op Insta en het staat vol met dit. Iemand heeft dus een nep-account van me aangemaakt op Tinder. Dit vind ik echt zo vervelend, zoiets. Want nu denkt heel Tinder dat ik vrijgezel ben, terwijl dat obvious niet is. Vind het wel ook weer een goed bewijs waarom ik me er dus niet fijn bij voel. Waarom de kinderen dus herkenbaar in beeld komen. Want anders had nu Sten ook op Tinder gestaan. Maar niet leuk dit. Dat zie jij hoor. Doe nog maar een beetje maken, Sten. Doe nog maar een beetje met papa. Doe maar maken de stoel. Sten en oomke, doe maar dat zie jij. Hier nog een beetje duwen. Doe maar. Doe maar draaien. Pap, mijn handje op je. Even nog een keer eraf. Even eraf. Nog een keer. Ik wil dit doen, papa. Duw er maar op. Ja, en duwen. Goed zo. Ja. Wauw, dat kan je goed, Sten. Wow. Grote jongen. Little sister. En little brother. Nou, lekker jullie bedje in. Mooi lampje aan. Ja. Nou, lekker liggen. Oh, mama, je lekker in dekkorven. Oeh, lekker, lekker. Lekker. Hou van jou. Zo.